Oké, welkom terug allemaal. In deze video ga ik een vergelijking maken tussen Telenet Tadam 4G en Orange Flybox 4G. Dus twee dezelfde oplossingen eigenlijk van twee verschillende providers om internet over de 4G, ja, eigenlijk de 4G-verbinding, want op je telefoon zit ook een 4G-modem in. Voordat ik begin, zeker abonneren als je het leuk vindt, hieronder op de knop drukken. Flybox van Orange, dus Orange Flybox 4G, die oplossing die heb ik al meer dan een jaar ondertussen zelf in gebruik. Dus daar heb ik al veel ervaring mee, daar kan ik ook heel wat vertellen over de stabiliteit en dergelijke. En ik heb er ook al veel verschillende video's over gemaakt. En een van de opmerkingen die in die video's altijd terugkomt is van hé, maar pas op, er is ook Tadam. Heb je al Tadam geprobeerd? Misschien is dat iets voor u. Ondertussen heb ik die Tadam dus ook aangekocht. Maar ik heb die nog niet zo lang in gebruik. Dus dat is vrij vlot geleverd. De installatie enzovoort, dat is eigenlijk identiek aan de Flybox installatie. Je krijgt gewoon een box, een modem eigenlijk, die 4G-verbinding met een simkaart erin, die 4G-verbinding maakt voor u. Dat steekt in het stopcontact en dan heb je eigenlijk op die modem al 4G. Dan kun je via wifi op je lokaal netwerk verbinden of je kunt een kabeltje insteken, een ethernetkabel. Ik zal misschien beginnen met de Orange Flybox, omdat ik daar zelf het meeste ervaring mee heb. En ik heb hier de speedtest, ik ga daarmee ook even de snelheden vergelijken. Dus de voorwaarden bij Orange Flybox, je hebt de Flybox 15 GB en dan krijg je 15 GB data. Voor 15 euro per maand. Dat lijkt mij veel te weinig. Dus de formule die wij hebben is de Flybox 150 GB. En dan betaal je 20 euro per maand. Nu, die 150 GB, je zou kunnen denken, dat is genoeg. Probleem met die 150 GB is dat die 150, dat je dat niet alle 150 overdag kunt gebruiken. Je kan maar 50 GB van die 150 overdag gebruiken. En de overige 100, dat kun je enkel verbruiken in het weekend en in de avond, in de daluren. En je kunt ook als je via MyOrange kunt dan aanmelden en dan kun je per teller, heb dan twee tellers eigenlijk. Eén voor de avondklok, alleen één voor de avonduren en één voor het verbruik overdag. Die van 50 gig, als die op is, dan ga je meteen in smalband en dan kun je extra data kopen. Dan is het ook vrij duur, dan kun je voor 5 euro 5 gig kopen of voor 10 euro 10 gig. En dat kun je zoveel keer herhalen als je wilt. Qua betrouwbaarheid, qua snelheid misschien, dus ik heb een vergelijkende test gedaan. Ik ga er snel even, ik zal screenshots delen ook, ik zal het er gewoon even snel bij nemen. Ik heb het trouwens ook getest met mijn telefoon zelf, ook om een idee te geven. Mijn telefoon is Proximus, zijn drie verschillende netwerken. Dus Orange is het Orange netwerk, mijn telefoon is het Proximus netwerk en het netwerk van Tadam, van Telenet, is het Base netwerk. Voor het Orange netwerk, dus de Orange Flybox 4G, nu, heel veel van die getallen zijn echt heel specifiek, dat is heel sterk afhankelijk van uw thuisadres, dus waar dat je woont, of dat je ver van de antennes woont, de 4G-masten. En ook de locatie van de router in huis. Daar heb ik ongeveer ik heb 3 tot 4 streepjes van de 5 streepjes. Je hebt ook zo'n indicatie van streepjes op die modemboxjes. Dus dat is niet de volledige ontvangst, dus dat is niet de volledige snelheid. En in de praktijk heeft dat net geen 20 megabits per seconde. Ik heb hier 17,9 megabits per seconde aan download en 9 megabits aan upload. Als ik dat vergelijk met mijn telefoon, daar had ik maar 2 streepjes zelf zien ik. En ik heb hem vanaf 4 gedaan. Dus ik heb het niet getest vanaf de locatie van de router, maar ik heb het vanaf 4 getest. Dus dat is eigenlijk al een andere locatie ook. Dan had ik 10,6 megabits per seconde download en 5,19 megabits per seconde upload. Dan om de vergelijking compleet te maken, we zullen dan zometeen ook over Tadam spreken. Met de Tadam-box, die staat dus wel op de exactezelfde locatie als de Flybox. Daar heb ik nu 26,7 megabits per seconde en 8,88 megabits per seconde upload. Als ik hier op de website kijk, Orange zelf stelt dat hun Flybox in ideale omstandigheden tot 210 megabits per seconde moet kunnen halen. Nu, als je trouwens kijkt op de website van de twee, kun je op de website via het ingeven van je adres nagaan of je goede dekking hebt. Ik heb dat destijds voor Orange gedaan, voordat ik die aankocht hier. En die gaf eigenlijk al aan dat we hier op deze locatie geen goede dekking hadden. En het andere probleem is dat maar dat gaan we denk ik terugvinden bij... Op dit moment, ik heb nog niet lang genoeg getest met de Tadam modem, maar ik vermoed dat die het ook wel zal hebben, want uiteindelijk bij Proximus hadden we hetzelfde probleem.
die router loopt soms gewoon vast en dan valt je netwerk weg. En het enige wat je dan kunt doen is naar de router zelf stappen. Allee, het is eigenlijk een modem, naar de modem zelf stappen. Allee, het is een modem en router combinatie. En daar de stekker uittrekken en terug insteken, gewoon tot tientallen en terug insteken. En dan is dat gereset. Of je kunt aanmelden op de admin via je browser op de adminpagina van die router. En daar is er ook een knopje restart waarmee dat je gemakkelijk kunt herstarten. En dan als we gaan kijken naar Tadam. Dus Tadam heeft eigenlijk, er zijn redelijk wat verschillen. Ten eerste al, als je Tadam bestelt, dat is misschien nog iets om te vermelden bij de Orange Flybox. Als je de Orange Flybox bestelt, dan koop je die router, die koop je. En je bent verplicht van de eerste 6 maanden, denk ik, af te nemen. En pas na die eerste 6 maanden kun je abonnement annuleren. Dus je moet ermee rekening houden, als je met Orange start, zit je vast aan de eerste 6 maanden. Dat staat in de voorwaarden. Bij Tadam is het anders, daar kun je elke maand opzeggen. Dus van zodra dat je bestelt, het is €40 per maand, je hebt 2 formules. Ja, maar ik heb de formule van €40 per maand, er is ook een formule van €50 per maand. Het verschil tussen de 2 formules is dat je in de formule van €50 per maand met drie tegelijk tv kunt kijken en dat je in plaats van 13 megabits datasnelheid 15 megabits datasnelheid haalt. Maar opnieuw, die snelheden, dat is heel sterk afhankelijk niet zozeer van de provider maar, of van het netwerk, maar wel van uw locatie ten opzichte van al die antennes die er zijn. Maar het grote verschil dus bij Tadam is al om te beginnen de prijs, het kost dus dubbel zoveel. Wat je bij Orange €20 betaalt, betaal je bij Tadam €40. Ah, ik zie hier net een melding staan, ik heb hem op tijd besteld, in mij precies, er staat hier een melding, onze levering lopen wat vertraging op. Nog een groot verschil is dat je dus bij Tadam ook televisie hebt. Bij Orange koop je enkel internet, je koopt er geen televisie bij. En dat is denk ik wel een belangrijke voor veel mensen, en voor mij ook trouwens. Die 150 gigabyte limiet, waarvan dat er dan een keer echt maar 50 overdag verbruikt gaat worden van Orange Flybox. Dat probleem heb je hier niet. Bij Tadam, die data die je krijgt, dat is 300 gigabyte. Dus dat is het dubbele van wat hij van Orange krijgt. Plus dat je bij Tadam, ja, je hebt natuurlijk de televisie erbij voor die €40. Dus je betaalt dubbel, maar je hebt ook dubbel zoveel data. En je hebt meer dan dubbel zoveel data eigenlijk, maar je hebt ook televisie. Plus dat je dus ook die 300 gigabyte, dat kun je heel de dag door verbruiken. Dat is niet beperkt. Maar goed, ik heb de mijne, ik had hem besteld en ik had hem de volgende dag in huis. Ze zeggen het hier ook, voor 22 uur besteld, morgen Tadam. Dus op de werkdagen natuurlijk. Hè. En ik heb hem even vlot kunnen installeren. Op zich, als ik aan het surfen ben, ik kan nu wisselen tussen de twee. Ik ben nu even op de Tadam aangesloten, maar ik merk eigenlijk, omdat we binnenkort weer over ons limiet gaan van de Orange Flybox, maar ik merk eigenlijk heel weinig snelheidsverschil gewoon in het surfen, hoor. Goed, maar dat waren dus de verschillen op een rij. Wat dat wij gaan kiezen, ik denk dat ik sowieso naar Tadam ga moeten overstappen. Ah ja, misschien nog een belangrijk detail. Bij Orange kun je perfect factureren op de zaak met een BTW-nummer. Bij Tadam is dat blijkbaar geen optie. Ze kunnen enkel aan particulieren leveren. Als je vragen hebt, zeker over een van de twee systemen, als je meer info wilt rond user interface of zoiets, laat maar iets weten hieronder en dan ga ik daar graag op in.